Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Zintuigkraft en we gaan door in dit superleuke attractiepark. Ja, er staat hier een piepoon voor mij, een afbakening. Maar we gaan het Sprookjesbos doen, dus we gaan maar rap naar binnen. Ja. Oh, wow, calm down. Het is exact hetzelfde als Sprookjesbos, alleen ja. Bouwstijl is anders, dus dat is de reden waarom we hier even zijn. Om te vergelijken met Sprookjesbos. Vertel even dat er een vergelijkingsvideo komt. Ja, heb ik al gezegd, maar ja, ik zal het nog maar eens doen. Er komt een VS-video van deze bij Parken binnenkort. Maar daar ga ik nog wel mee wachten. Misschien pas binnen een half jaar of zo, wanneer Max & Moritz klaar is of zo. Ja, ik denk niet dat het nog lang gaat duren. Ja, in een Villa Volta van Sprookjesbos. Ja, dat was het door een roosje. Wat de fuck, ik ben er gewoon straal doorgelopen. Ik heb niet aan zitten loeren. Niet goed, mensen. Okay. Ja, dat zijn die slapende bekkers. Wat is dit? Dat is die heks met spinnenwiel. En hier is Don Roosje. Dit is in ieder geval beter qua poppen, want in Sprookjesbos hebben ze dat niet gedaan. Dus Don Roosje krijgt voor mij part hier de winst. Ja. Oké, next one. Kabouterdorp. Dus misschien, als hier poppen zijn, dan is hij ook beter, want hij heeft Sprookjesbos namelijk ook niet. Er is dat stukje waar alleen maar kleine mannen door mogen. Ouders moeten buiten blijven. We gaan de paddenstoel daar eens zien. Daar zit een kabouter. Allee, kabouter, eerder een visser. Maar het zijn wel poppen, dus... hier is niks. Er zit er een ons te volgen, te stalken. Arbeid is nog. Hier is nog iets. Ja, hier hebben ze kabouters gezet, dus Kabouterdorp is ook gewoon hier. En hier... Ja, wat, joh, dat is ook mooi daar. Maar die komt eraan met mijn ringwoord. Ik zie daar een vrouwtjeskabouter. Ah ja, dat is die madame die daar aan het wassen is daar. Ook wel mooi. Daarover? Ja. Ah ja. Waarom is dat daarvoor? Ik weet niet. Maar ja, dit is dus ook gewonnen hier. Dan komen we bij Langnek. Ben eens benieuwd. En die is ook mooier, man. Die is wat kleiner, maar die kop is kleiner. Dat is beter, man. Dus die is ook mooier. En je kunt hier het verhaal starten. Ja. Ja, nu hoor ik muziek. Wacht, dat is mijn audio dat je dan verhaal hoort. Ja, ik heb audio aanstaan en dan moet ik op die pressure plate. Ja, wacht, ik ga even audio opzetten dan. Maar hier hebben we banken. Ja, waar ik niet op kunt zitten, helaas. Ik hoop wel dat dat stopt wanneer dat ik verder loop. Want ik wil niet dat hele verhaal horen terwijl dat we hier aan het lopen zijn. Ik snap het vetje. Ah, het is stopt. Oké, we zijn verder, want ik moet dat verhaal niet weten. Ik ken het trouwens wel. Oké, de volgende is Roodkapje. Deze is ook al beter. Kijk eens, heeft die kraai staat daar ook, met Bel. Ja, dan ziet dat Sprookjesbos dus niet kan, omdat ze in 1.12 zijn, dus dat is al iets. En de wolf ligt daar, dus ook deze sprookje wint. Hey, kijk, kunt u het starten hier? Ja. Dus ook dit sprookje heeft gewonnen tot nu toe, is Sint-Eikraft beter met Sprookjesbos. Maar ik hoor nu din 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 din. Ja, ik hoor. Maar dit kennen we ook allemaal, dus hier zijn we ook weggekomen. Oké, Daniel. Hier hebben we ook die paddenstoelen, waar muziek uit komt. Die vind ik wat minder mooi, maar er komt trouwens ook geen muziek uit. Inderdaad, tering, ja. Oké, dan zijn we bij Pinocchio. Maar ik ken het van buiten. Ja, hier kunnen we ook. Welke plaat? Ah, die. Dan maar die muziek. Oh, je. Je hebt je armen. Hey, mooi. Dat was een pop. Hoort die muziek ook? Dat was een pop, ja.
Ja, dat is ook wel goed gedaan. Oké, nu eens kijken naar... Oh. Als hier die twee buizen uitkomen, hè, dan is dat sowieso beter. Ja. Ja. Ja, ook Pinocchio wint hier. Ken nu de walvis. Ja, appelmans. Oké, nu zal hij zijn bek moeten open doen en zal er water uit moeten komen. Wacht, heb ik erop geklikt? Ja, mijn zin kan het niet. Ik zal wel even gaan klikken. Nee, er gebeurt precies niks. Maar ik zie Pinocchio daar in de bek zitten. Maar verder gebeurt er precies niks. Oké, we gaan door. Is dat nieuw? Ja, er is het. Ah nee. What the fuck, dat is hier wel een rare sprookje. Nee, het nieuwste sprookje van de Efteling is nu de zes zwanen. Oh, check dit. Kijk, in de vuilbak zit er iets in. Ah, ja, dat is hier een vuilbak. Is een vuilbak. Oké, dansende schunkjes. Zien wat deze gaat doen. Ja. Yep. Ja, dit sprookjesbos is al veel beter dan de van. Oké, de trollenkoning. Zien wat dit wordt. Oh, niet een rapje in sput. Oh! Ah, maar die is kwaad. Oké, goed. Oké, het sprookjesbos hier. Ik kom liever naar Zintuigkrecht voor het sprookjesbos te bezien. Okay, ja, maar moet niet zo rap gaan. Spreek in de papegaai. Alles op zijn tijd. Ja, hier hadden ze ook wel een echte papegaai kunnen neerzetten, maar... Oké, we moeten dus op het, ja, spreken als lampje uit is in het dicht, maar ja, hier gebeurt er dus niks. Oké, Rapunzel. En ze werden op slag, ja, verliefd. De toverkool die hun liefde ontdekte, werd zo boos. Ja, kom maar goed, zo. Ja, ik was dus aan het zien dat dat sprookje zag er wel grappig uit. Ja, dit is niet echt verschillend. Oh ja, ik hoor hier. Ja. Waar is haar haar? Ja, dat zijn die fences, dat is haar vlek. Ja, dat is niet verschillend met sprookjeschrift, maar ja, alsnog. Oké, okay, volgende, de kleine zeemermin. Ja, zouden die hier ook wel anders kunnen maken, zo'n beetje... Maar jongen, ik kan me al die sprookjes niet herinneren, jong. Zouden die ook een beetje kunnen laten zitten, zo, in plaats van... Oh, vanuit er zie ik effecten, jong. Kom hè, naar het volgende. Hier zie ik dat huis bewegen. Ja, dat is de draak. Ah, hier is er wel muziek, maar qua bouw... Dat komt er ook uit zijn bek. Ja, als je hierop drukt. Wacht, daarnet, kijk. Ja, als je hier op die pressure plate gaat staan. Ja, en hij beweegt ook. Dus deze is ook beter, maar hij is niet mooi gebouwd. Maar hij beweegt en er is muziek en effect. Vroeger had hij van sprookjeskrift ook effecten, maar tegenwoordig dus niet meer. Ja, er komt gewoon rook uit. Man. Ja, en dat is de schatkist, die Ender chest. De schat bewaakt die. Oké, ja, volgende, dat zijn de zeven geitjes. Hier staan moedergeit met de boodschappen in haar handen. Oké, gaan we nu naar het huisje? Ja, het huisje van Roodkapje. Nee. Hier zitten de zeven geitjes. Ja, ik weet het al wel. Amai, zie ze daar zitten, jongen. En hier zit de wolf. Waar, laat zien. Ja, er is een rechtstaande pop. In de sprookjeskrift hebben ze daar gewoon een wolf neergezet. Fucking lelijk, dit is veel beter. Nee, de wolf neergezet. Oké, het snoephuisje van de... Oh ja, dat is ook... Ja, het hele sprookjesbos is echt onbetwijfeld beter hier. Wat is mooi, jongen. Van alles een grietje. Hier is er interactie. Ik vind het huisje ook mooi gebouwd. Oh! En kijk, dat is de zwarte kat. En dan komt de heks. Het is precies Granny. Of Gamora van Guardians of the Galaxy, die is groen. Maar kijk eens kijken, daar zit Hans in de kooi. Ja, en Grietje zit er neffen. Ja, hier hebben we de limonadefonteinen. Ja, snoep. Maar het is wel een erg sprook, want ze hebben die vrouw gewoon in de oven gezweerd. Is dat erg? Ja, jong.
voor kindersprookjes, jongen. Ja. Ja, verder ook een wolf die het kapje opfret. Oké, dan komen we nu bij vrouw Holle. Hier hebben we de put. Ah, en het huisje hebben ze hier wel al weggedaan. Want in real life gaan ze het... Het huis van vrouw Holle gaat weg in het echt, maar op sprookjeskracht hebben ze dat dus nog niet gedaan. Hier wel, ik vraag me eigenlijk af waarom. Het zijn de hoofden van de krul, ja. Ik vraag me wel af waarom dat ze de huisje hebben weggedaan. Ja, ik ook. Maar de 6 zwanen is toevallig open, die kunnen we... Ja, die VIP volgt ons, dus. Ja, we zijn er nu toevallig... Oké, hier hebben we een kleine boodschap. En what the fuck? Dat ken ik allemaal niet, hoor. En de wc. Ja, onze wc's zijn leuker. Ja, dat is met hoppers. Oké, dan komen we hier op het... Oh, hoort hij praten. Ja, ik dacht al, wie is dat nu? Hier is een deur die openstaat, jong. Dat is weer typisch Efteling, hè. Ze maken simpele dingen bijzonder. Gewoon een wc. Daar maken ze een pop bij, die zegt zo van kleine boodschap. Oké, dit is tafeltje, dekje. En wat is dit dan? Het zal de uitgang zijn. Of wacht. Show. Ah nee, dat is de Sneeuwwitje. Het paleis van de koningin. Maar dit is het tafeltje, dekje. Gaan we eerst even. Oké, dat is een beker. Ja, druk op de plaat. Oké, even zien. Oh, maar je gaat erop staan, hè. Tafeltje, dekje. Tafeltje, dekje. Oké, is ook weer. Welkom, edele bezoeker. Ja, welkom, ik ben weer weg. Oké, ezeltje strekje, dat is weer niet anders. Dat is gewoon een ezel. Die goud geeft. Ja, nee, die kan dus ook geen munten schijten, precies. Jammer. Oké, dan gaan we de dingen in. Het paleis van de koningin. Waar bent jij rechts, vetje? Ik ben het paleis er binnen. Ben ik kwaad. Ja, je kunt niet meer binnen. Fuck off, jong. Ja, ik ben de kikkers. Ja, ik ga ook niet. What the f... Het is niet waar. ik moet die hele show bekijken, ik kan niet meer weg. Nee, ik wil niet. Ah, goed. Ja, hij is er een dikke pens. Oké, ik ga eerst even een Sneeuwwitje zien. Ja, in de grot. Ja, hier zijn ook de dwergen. En Sneeuwwitje zelf, dat is ook weer niet op spraak geschreven. Daar is de kist gewoon leeg. We waren te laat, de prins was er al. Oké, 6 zwanen, die kunnen we dus ook gelijk doen. Laat ons erin, Ewout, met de dikke penisring. Waar bent jij? Oh, maar hij zit er in de achterste zin, hè? Nee, hij zit in de voorste zin, hè? Ik ben stoer. Jij is al lelijk. Hoop me dat je jammer, hè. Ziet hem zitten, jongen. En wat een dramatische muziek, jongen. Zie je of iemand dood is, jongen. Dramatisch, wat? Dat is zo'n beetje kasteelmuziek. Is het bos nog lang, of niet? Ja, het duurt nog even. Nou, op Sprookjeskracht waren we na 22 minuten klaar, dus... Die val van de... Oh, mensen hebben het weer goed uit. Hij heeft weer helemaal uitgetuigd met zijn dikke drol. Jammer dat hij wat weer doet. Jammer. Die val van de Jacinda Paleis, dat ga ik eruit knippen. Joh. Nee, laat het erin. Dat is grappig. Een blooper, ja.
Nee, maar ik wil ook zien hoe het eruit zag. Laat het erin, mensen. Mensen, wij willen allemaal dat zien, dus like. Oké, we zijn rap, voetje. Oké, we gaan rap, oké. Nee, niet rap. Ik heb like. Ja, hier is een assenpoester. Ja, Jens is ook een assenpoes. Wat is die muziek, jongen? Oh, starten. Ik wil wel iets zien. What the fuck, Jens? Alle chance dat die VIP met ons meeliep, anders was de Swan nooit open geweest. Ja, ik dat ben. Oh, je ziet hier geen kut, jongen. Het doet al lichtjes aan. De prins had voor zijn bal genodigd. Dit is mijn favoriete sprookje. Dit wil ik zien. Hey. De prins had voor zijn bal genodigd. Die hij vragen kon, haar hand. Mijn stiefzusters, gevoed door hebzucht, waren er als eerste bij. En ik, de huisloof, mocht niet mee, moest poetsen, want dat past niet. Oh! Dat is ook wel mooi gemaakt. Die prins die zit daar ook echt zo, allee, helemaal juist. Die heeft toch echt een banner op zijn rug, als cape. Maar ja, het is goed geweest, hè? We zijn goed. Toch grappig zijn spraakjes? Oké, kikkerkoning. Dat is ook wel mooi. Echte kikkers gemaakt met die gouden bal die echt omhoog en omlaag gaat. Ik zie het pad. Dat hoort ook bij het sprookje. Jammer dat je zo kaal is. Jammer dat Jonas scary is. Niet grappig doen. Nee, kom je eens. Dat is niet grappig bedoeld, snoe. Wat hebben we hier nog eens? Wat is er hier nog? Hollebolle gast zal ik moeten staan, maar precies niet. Ja, hier is de magische klok. Met al die prinsen die gaan toeten. Ga ik even Gijs? Starten. Ah! Hm, hm. Zeg toch? En daarboven, dat zal moeten ronddraaien. Oké, genoeg, ik heb het gehoord. Ik ben wel benieuwd naar dingen naar de sprookjesboom. Waar bent jij ergens? Ik ben verder gelopen. Ja, wacht hè. Ah ja, de Indische waterlelies, die hebben we in Sprookjescraft niet gedaan omdat die dicht was. Dus, Ik ben nu bij de herberg. Ik weet niet, omdraaien. Wacht, help. Omdraaien. Ik ben bij de ezel nu. Ja, wacht, ik ben nu. Jens gaat er aan door zonder mij, jammerlijk. Ja, dat ga ik altijd doen. Hè. Bah! Dat wordt een werk niet verkopen. Dan ben ik van hem af. Dat wordt een werk niet verkopen aan die eikel. De Indische waterlelies hebben we op Sprookjescraft niet gezien omdat die dicht was, dus ik weet niet wat hier gaat zijn. Ah ja. Kijk, die is hier. Ze zijn nog aan het volgen met blind brilletje. Mensen hebben mij weer te beledigen. Deze sprook is bedacht door onze Belgische koningin. Fabiola. Amai. Die oude doos. Oh ja. Check die lelies, jongen. Hier, pressure plate. Wacht, hier wil ik... Oh shit, hier moeten we ook weer die ganse show bezien. Jongen! Nee. Maar die samen Boudewijn, ah ja. Ja, Boudewijn is fucking veel eerder gestorven. Van, ja, 93. Wacht, daar is de reus. Dus, wacht, we gaan eerst even naar rechts. En te zien of we nog niks... Of niks maar, shit, is je opnieuw begonnen, gast? Je staat toch niet binnen, hè? Nee, jong. Oh. Goeie naar Egel. Wacht, we gaan even hier zien of we nog niks gemist hebben. Oh, scheidje gelost. Nee. Nee, we hebben alles gehad, dus die kant op. Mijn naam is Vetje. Oh! We komen bij de reus. Hebben de vorige Zintech-video veel views? Ja, toch wel. Ja, dit is niet echt anders. Alleen, eens zien of dat klein duimpje te zien is hier.
De reus. Ah ja. Daar komt het. Hier in het Sprookjesbos is toch alles weer buiten op Sint-Uikrefts. Oké, we gaan door. Oké. Johan, dan... zo rap weggaan. Ja, ik moet dat helemaal, niet helemaal zien. Zo, nu dan zijn we uren bezig. Oké, dan komen we bij een rijpelsteeltje. Toch gezellig in tijd. Ja, er is... Ah, we hebben een lulletje. Ja, dit is ook niet echt... Ja, er is eigenlijk ook even... Ja, er is ook even mooi als Sprookjesgrift eigenlijk. Er is niet echt één de beste. Oké, door. Verder... Waar zijn we nu? Wacht, dit is de... Ik zit er eigenlijk aan die deur te luisteren, Vinkie. Ja, dat is zo een dienaar van het paleis. Want zo'n molenmesje moest zijn naam raden om haar kind niet te moeten weggeven. Ah ja. Ja, ik ken de verhaal ook, maar het is te lang om het uit te leggen. Ik denk dat dit zwavelstokjes is, dus ik denk... Dus ik hoop dat die deur niet dicht gaat wanneer we op start trekken, want... Daar is toch ook een ding van gemaakt met K3, hè? Van Rijpelsteltje. K3, drie biggetjes. Ja, dus ik vrees het al, we moeten het helemaal bezien. Ja, we zijn buiten, Danny. Oké, okay, de laatste show die we zo lang gaan bekijken. Ja, de enige indoor show is nog de Chinese nachtegaal, denk ik. Die is nice. Ach, nu is het nog Kleren van de Keizer, maar zo... Ah, maar Kleren van de Keizer. Ja, dan, maar dat is... Ja, dat die Ewout is ons verstandelijke mensen. Maar hier kunnen we direct weg. Laat eens zien. Ja, dit wil ik ook niet helemaal zien, maar... Ik wil zien dat hij naar boven komt. Ja, die keizer gaat van rechts naar links en links naar rechts. Van de dag had hij prachtige nieuwe kleding. Ik wil zien wat er gebeurt. Check die dienaren daar, met hun trompet. Hey, check die head, zie je, dat is een mooie head. Ah, zie je dat? Die doen hem in een kist. Dat zijn geen heads, hè. Dat zijn cobblestone walls, maar dan van sandstone. Ja, dat raakte bedoel ik. Ja, groen. Ah, die leaves. En check die bloemen daarachter. Die zijn scheef. Ja, weet je, wat zijn bloemen van deze versie? Reizen van paleis naar paleis. Ja, kom, dat vertelt de bollen, want ik zie geen... Wat komt hier nog? Ja, waar is die blok eigenlijk? Allee, waar blijft die keizer? Compens, ik weet niet wat dat wil zeggen. Ja, genoeg geweest. Ik vind het ook niet goed dat ze dat spruikje aan kinderen laten zien, want op een gegeven moment komt die keizer gewoon nakt naar buiten gelopen. Nee, het Sprookjesboom. Oh! Dit! Ja, gaan we iets horen van muziek of zo? Het Sprookjesboom. Ja, gaat hij een verhaal vertellen? Ja, precies nu. Hij is aan het slapen, precies. Hier moeten we op de plaats staan, Daniel. Ah! Ja, hij begint! Ja, nu zijn ogen ook open. Dames en heren. De sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor. Kijk die paddenstoelen. Oh, zijn ogen! Ja, hij wordt wakker nu. Welk verhaal gaat hem... Er komt er nog wel van, dikke boom. Nee, welk verhaal ga je vertellen? Dames en heren. Ja, maar wat is het nou, hè? Ja, zeg voert ze, hè. Schiphol en... Ja, ze bieden een trein naar je bakken toe, hè. Oké, de vliegende fakir. What the hell? Die kan echt niet... spelen, joh. Die kan echt niet fluiten, hè. Ziet dit niet. Kijk, hè. Ja, oké.
Ja, die fluit is eigenlijk die bloemen. Als die fluit, dan beginnen die bloemen te bloeien. Ik ga nu zien hoe dat die naar de overkant gaat vliegen, want op spreukenschrift dan zit hij half van zijn tapijt af. En hier, ja, en hier vliegt dat tapijt zo ouderwets, weer zo van tik, 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 tik. Dus dit spreukje vind ik dan weer minder. Oké, dan zijn we bij het laatste spreukje eindelijk, de Chinese nachtegaal. Ja, het is jammer dat je dat zo zegt. Het is net zo gezellig. In het echt zou ik ook content zijn als ik er... Wat doe mijn asshole? The fuck, dat decor is zo klein. Waar is de pressure plate, jong? Ja, waar zit hij? Oh, maar jij hebt het niet gevonden. Jo, ik zie niks met serieus. Hier, jong. Platgerukte Jens. Dat decor is fucking klein. Die hebben corona in het land gejaagd, okay. Jong. Oké, nu begint het stukje. Nu gaan die geesten beginnen komen. Jongen, die fans staan in de weg. Waar zit ik eigenlijk? Die hoorde hem doen. Nee. Nee. Allee, nu komt hij. Daar zit hij, hè. What the fuck? Is hij precies aan het neuken? Of aan het vogelen? Ah, jij is wel grappig aan het doen, mensen. Ik ga heel goed. Niet vergeten dat ik hem bedrijf heb. Welk? Sorry. Schrik effect. Mensen, als Jens knipt dat in deze video wel een slag krijgen. Stoere praatsen, hè. Dus hopelijk voor hem doe dat niet. Voor mij. Wat had ik gaan doen? Nou, weer niet terugkomen. Ik ga mijn Minecraft naam veranderen. Oké, het is eindelijk... Ik heb een idee, ja. Allee, het is bekend gedaan, zo. Dit keer naar iets van Dikke Daniel of zoiets. Ah, daar zijn die twee dienaren, die komen loeren. Oh, maar jij is weg, ja, Dikke Moeder. De keizer leeft. Goedemorgen. Als de Efteling terug opent, moeten ze dit... Als de Efteling terug opent, moet ze dit spruikje sluiten, want hier hangt corona. Ik wil zo rap mogelijk naar Bobby Aanland. Kom maar, open. Ja, als we nog niet de grens over mogen in juni, dan kunnen we eens naar Bobby Aanland gaan. Ja, helaas zonder u, want mijn vrienden is het nog niet zeker dat je mag gaan. Hè? Huh? Het is nog niet zeker dat je met mijn vrienden aan het pretpark mag, hè. The fuck? Mijn gezin wel, maar mijn vrienden misschien niet. Oké, dan zijn we eindelijk aan het einde gekomen. We gaan met Jordi en ook een hele gangen. Zeker met iemand die wekelijks met een Chinese te vogelen. Net tegen Jordi. Oké, dan was dit de video, mensen. Dit was het Sprookjesbos. Like en abonneer. En ciao. Later.